Dit is de grote publiekstrekker van de tweede ronde van Zeeland Seaports. De Duitser André Greipel is een van de beste sprinters ter wereld en daardoor torenhoog favoriet voor de zegen vandaag. Tussen de 127 coureurs aan de start zitten ook drie Zeeuwen. Brian van Goetem uit Sluiskil rijdt voor het team Matec. En dit zijn Marco Minnaert uit Wemeldingen en Nick van der Lijken uit Middelburg van het Rabobank Development Team. Om precies 12:30 begint de enige profkoers van Zeeland over een parcours van bijna 200 kilometer. Dit is de eerste ontsnapping van de dag. 6 renners gaan het proberen. Dit zijn ze. Robert de Greef van Yo Piels. De Fransman Loïc Desriac in het oranje. George Rosen, ook van Piels. Dit is Jens de Busseren van Lotto Belisol. Maarten van Trijp van het Rabobank Development Team is de enige Nederlander. En ook Kenneth van Bielsen van Topsport Vlaanderen zit erbij. En het peloton geeft ze de ruimte, want de voorsprong van de 6 loopt al snel op naar 2 minuten. En ondanks dat het een vroege ontsnapping is, hebben de 6 elkaar gelijk goed gevonden. Er wordt goed samengewerkt, hier ook richting Panoramaweg bij Breskens. En omdat het peloton het daar rustig aan doet, loopt het verschil al gauw op naar 3 minuten. De renners van Blanco overleggen wat. En sprinter Theo Bos heeft zelfs nog tijd om een fruitzakje weg te werken. De eerste die het zwaar krijgt voorin is Maarten van Trijp. Hij moet de andere koplopers na 100 kilometer koers laten gaan. Daarachter wordt het tempo opgevoerd. Lotto Belisol gaat rijden, ondanks dat ze de Busseren voorin hebben zitten. En ook Blanco doet mee. En dit is een van de kasseistroken in het parcours. De lastige weggetjes van de omloop van de Braakman en de Wim Hendricks trofee zijn in het parcours opgenomen. Maar de 5 houden hun voorsprong steeds boven de 3 minuten en werken ook op de kasseistroken goed samen. Op zo'n 30 kilometer van de streep is het verschil rond de 4 minuten. En dan beseft het peloton dat er gas gegeven moet gaan worden. En ook zij hebben gehoord dat er achter ze hard gereden wordt. 7 kilometer. Dit is de doorkomst op de finishlijn in Terneuzen. De 5 hebben dan nog minder dan 2 minuten op het jagende peloton. 1 minuut 45 is het verschil. 1 minuut 45. Van Bielsen en de Busseren gaan het dan met z'n tweeën proberen en laten de andere 3 achter zich. De 2 Belgen werken goed samen en geloven nog in hun kans. En ze bouwen ook een gaatje op van zo'n 20 seconden op het peloton. Ze houden het vol tot 8 kilometer van de streep, maar worden dan toch teruggepakt. En dan lijkt het een massasprint te gaan worden. Maar hier toch nog een poging en het is Brian van Goetem uit Sluiskil die het probeert. Hij geeft nog 1 keer alles. Maar het peloton is niet meer van plan om iemand weg te laten gaan. En zo wordt het een massasprint aan de Churchilllaan in Terneuzen. En kan André Greipel zijn favoriete rol dan waar gaan maken? Theo Bos schiet uit zijn pedaal en is daardoor kansloos. Greipel neemt afstand. En wat een overmacht van de Duitser. André Greipel wint de tweede ronde van Zeeland Seaports en boekt zijn 10e zegen van het seizoen. Het was gegenwind. Ik ben 200 meter voor ziel aangefahren, losgesprinted. Bis dahin had mich Kenny de Haas en Marcel Sieber gebracht. Het was een halber sprintzug. Ja. Op de weg zur Tour de France is het immer goed zelfvertrouwen te danken. Ramon Sinkeldam, is een tweede plaats mooi of balen? Ja, ik denk als je André Greipel voor je hebt zitten, dan hoef je je niet te schamen, denk ik. Had je een kans om te winnen? Ja, er is altijd kans. Kijk, elke sprint is anders en iedereen kan opgesloten zijn of gewoon pech met aangaan. Ja. Ik kwam van een hele goede plek, door de ploeg echt enorm goed gebracht. Ja, en van elke sprint moet je leren, en ook vandaag. Maar er stond denk ik weinig maat op André vandaag. En dus krijgt de tweede ronde van Zeeland Seaports met de Duitser André Greipel de gedroomde winnaar.